Ik vind dat economen beter moeten uitleggen waar hun vakgebied over gaat. En het lijkt mij dat economen zich moeten ergeren aan de prietpraat die over het vakgebied gewoon rondgaat. Allerlei mensen hebben allerlei meningen over economie. Vinden er van alles van zonder eigenlijk goed te weten waar het over gaat. Ik doe er zelf ook aan mee, want ik ben een filosoof. Het lijkt me dat economen zich daar moeten ergeren. En ik kan mij voorstellen, ik vind eigenlijk dat ze gewoon beter moeten uitleggen wat de essentie is van hun vakgebied. Of het een aantal belangrijke inzichten zijn uit hun vakgebied. En ik zou ze daar graag een beetje bij helpen. Ik hoop ze te kunnen helpen door één als een soort van buitenstaander die nog van niks weet, goed te weten wat je wel en wat je niet moet vertellen. Als je in zo'n vakgebied zit, dan heb je heel erg de neiging om allerlei details te gaan benoemen, om allerlei jargon te gaan gebruiken, om heel precies te zijn in je formuleringen. Dat is voor de leek niet interessant. De leek wil de hoofdlijnen weten. En op hoofdlijnen wordt er al zo verschrikkelijk veel niet begrepen. Ik geef een voorbeeld. Je hebt een programma op de televisie dat heet De Rekenkamer. En wat ze daar vaak doen is kijken wat zijn de kosten om iets te produceren. Scheermesje, wat kost het nou om een scheermesje te maken? Er zijn mensen die maken dat programma. Die zijn daar echt mee bezig. Die weten daar wat van. En op een gegeven moment slaakt zo'n journalist een kreet van verbazing van hè? Dit scheermesje kost maar 9 cent om te maken en toch betaal ik er 4,50 euro voor in de winkel. En zijn kreet van verbazing laat zien dat hij vindt dat het niet zo zou moeten zijn. En dan veronderstelt hij dus stiekem dat de kosten die om iets te maken gerelateerd zijn aan de prijs die je betaalt in de winkel. Maar dat is niet zo. Die relatie is er niet één op één. Heel veel mensen op straat denken dat wel. Zelfs iemand die eigenlijk zich met het vakgebied bezighoudt, zoals die journalist. Maar het is in wezen een vergissing. En dat is stelselmatig voor het vakgebied van de economie. Zoveel mensen vergissen zich over dingen. Ikzelf nogmaals ook. En ik gun het iedereen dat het gewoon wat beter uitgelegd wordt. Ja, en ik ben ook wel een beetje een schoolmeester, dus ik vind het leuk om uit te leggen. Kun je een voorbeeld geven hoe het wel moet? Een mooi voorbeeld vind ik Milton Friedman, die ergens in de jaren 70 een eigen tv-show heeft gehad. In die show laat hij een potlood zien. En hij praat daar slechts 2 minuten over en hij maakt direct invoelbaar dat specialisatie heel handig is. Want er zijn duizenden mensen geweest die hebben gewerkt aan de totstandkoming van dat potlood. En in één keer, woep, begrijp jij een economisch fenomeen, vind ik. Ander voorbeeld vind ik, een Nederlands voorbeeld, vind ik de Parade van Pen, van Jan Pen. Dat is een grafische voorstelling, gewoon een plaatje. En als je dat plaatje ziet, begrijp je in één keer van shit, ik begrijp iets over inkomensongelijkheid. En dat zijn voor mij hele krachtige vormen die echt voor een breed publiek iets betekenen en waar ze verstandiger van worden. En ik wil eigenlijk dat soort vormen maken. Komend half jaar wil ik om de 3 weken 10 keer of zoiets een dergelijk ding maken. In de hoop dat het gezamenlijk een soort van collectietje is van zeg maar, museale objecten die dan op maat vormen tot een mini-economie-museum. Dat zou ik eigenlijk willen. Jammer dat economen dat zelf niet kunnen. Het is heel typisch dat economen dat zelf niet kunnen. En ik heb erover nagedacht. In de hele wereld is er 1 economie-museum in Mexico-stad. Er zijn wel geldmusea, maar er zijn geen musea die Jan en Alleman uitleggen over werkloosheid, groei, inflatie. Ja, inflatie zou dan bij een geldmuseum kunnen. Maar die grote economische thema's, die worden nergens uitgelegd. Ik denk dat komt omdat het is een kwestie van cultuur. In de natuurwetenschappen zegt een cultuur van uitleggen waar het vakgebied over gaat. Want daar moet het. In de economie hoeft het misschien wat minder, omdat het al over ons dagelijks leven gaat. Dat is het 1. Het is een cultuurverschijnsel wellicht. 2. Hebben economen ook niks om echt te laten zien? Weet je, wat moet een econoom laten zien dan? Weet je, wat voor objecten zijn er waar een verhaal bij past? Hoe zou dat in een museum passen? Maar ja, dan vind ik dat moeten ze maar wat beter hun best doen. Dan moeten ze beter op zoek naar goede vormen die in één keer goed dingen uitleggen. En de economie heeft ook wel eens nadeel ten opzichte van andere vakgebieden, dat er geen
aansprekende experimenten te doen zijn waardoor je in eentje wat begrijpt. Dat kan in de natuurwetenschappen wel. Hè, doe je een of ander experimentje, dan zie je van, oh verdomd, nu begrijp ik het. Dat kan in de economie niet, omdat ja, in de gedragseconomie kan dat, maar dat is toch maar een heel klein stukje van de economie. Omdat ja, er is veel meer tijd nodig in het economisch domein. Er zijn ook allerlei andere oorzaken die dingen vertroebelen. Dus je kunt in zo'n denkbeeldig economiemuseum ook geen experimenten doen. Dat is ook een nadeel van economie. Maar toch denk ik dat het uiteindelijk wel kan. En het is eigenlijk niet zo vreemd dat iemand van buiten dat dan moet gaan proberen. Want ja, god, als je niet in het vakgebied opgeleid bent dat dat ook kan, dan moet iemand dus van buiten daar een zwengel aan geven. En ik hoop dat dat lukt.